Van jongs af aan heb ik het gevoel dat ik heel veel en alles altijd alleen moest doen. Mijn vader die heeft besloten om voor mij en mijn zusje op een jonge leeftijd niet meer te zorgen. Dit heeft mij de overtuiging gegeven, onder andere, ik ben niet goed genoeg. En door mijn perfectionisme en dus die onbewuste overtuigingen werkte ik heel erg hard in mijn eigen onderneming. Ik deed het huishouden en de zorg voor mijn twee kinderen alleen. Ik raakte zo oververmoeid dat burn-out symptomen zoals rugpijn, zenuwachtigheid en somberheid mij weerhielden om echt gelukkig te zijn. Nou, ik was dus zo overspannen en burn-out dat ik dacht, nou, dit wil ik niet meer, ik moet anders. Ondertussen heb ik geleerd dat onderliggende overtuigingen en emoties mijn gedrag aanstuurden. Dus mijn programma met vastzittende patronen, die veroorzaakte in mijn brein burn-out klachten. Wellicht is wel bekend, hè, in januari het moment van voornemens hebben. En patronen, gewoontes willen doorbreken, dat dit meestal niet lukt. Nou ja, op het moment is er ook weinig zekerheid in ons leven. En het herstellen dus van een burn-out kan hierdoor dus moeilijk zijn. We willen zo graag die controle houden op alles en we ervaren bijvoorbeeld faalangst, omdat we zo bang zijn om iets niet goed te doen. Je zet dan geen grenzen, omdat je aardig gevonden wilt worden. Dus begrijp dat die innerlijke stem die jou continu beschermt, en die innerlijke criticus die jou tegenhoudt om assertief stappen te gaan zetten naar een leven dat je eigenlijk graag wilt. Dus begrijp dat niet werkdruk een oorzaak is, maar juist die emotionele conflicten, die strijd in ons, dat ligt ten grondslag van stress en burn-out. Als jouw zelfvertrouwen een deuk heeft gekregen en je slaapt slecht, dan zal ontspanning via massage, wandelen of leuke dingen doen niet voldoende zijn. Ik ben nu een alleenstaande moeder met veel meer energie. Balans tussen privé en werk. En ik voel me nu veel veerkrachtiger en ik voel mijzelf heel veel waard, omdat ik weet dat ik dus de erkenning van anderen niet nodig heb. Ik weet hoe het is om vast te zitten in die oude patronen, in dat rotgevoel. Maar ik weet nu ook hoe jij je stress kan transformeren en hoe ik dus mijn negatieve gedachtegang heb kunnen doorbreken. Misschien is het wel herkenbaar voor jou dat je heel erg veel tegelijkertijd altijd wil. Voor mijzelf herkenbaar dat ik mezelf nooit rust gunde. Maar ik heb leren luisteren naar mezelf. En ook al zijn passie en gedrevenheid natuurlijk hele mooie eigenschappen, ik gun het jou om je werk en je doen en laten weer met plezier te doen. Het gaat niet om het doel, om hetgeen wat je kan en wil bereiken, maar het gaat juist om die weg ernaartoe. Dus hoe kunnen we nou stress transformeren en burn-out verminderen? Dus daar hebben we 8 stappen voor.